In Van de Kaart lopen we in één rechte lijn dwars door de regio. Het is echt heel koud. We klimmen over daken, steken de grachten over en misschien moeten we ook dwars door jouw huis. Onderweg gaan we op zoek naar mooie verhalen en bijzondere personen. Zo ook deze week. Een lekker ding. Ik vind het goed dat jullie er twee erheen lopen, maar zij blijven wachten. Jet is deze week in het mooie plaatsje Schoonhoven. Ze begint op de Veerpont en eindigt aan de Meester Kesperstraat bij Mees Kees van de Zilverschool. Jet, zet hem op. Tot zo. Nou, dit is echt een schitterend begin. We gaan naar een pareltje in de regio Schoonhoven. Kees? Heerlijk, varen. Ja, even lachen. Varen is mijn lust. Ja? Ja, lust en leven. Heerlijk. Kapitein Kees. En Annelies? Ja, zin in. Ja, hè? Nou ja, volgens mij echt een prachtige dwarsdoorsnede. En water. Dit water hebben we in ieder geval al de lek hebben we zonder natte voeten gepasseerd. Dat is lekker. Wat een onwijs mooie fiets heb jij, zeg. Ja, dat vond ik goed. Ja, het is echt een toffe fiets. Dankjewel. Best leuk, hè? Ja, het is een lollige fiets, hè? Ik vind het mooi. Maar ik moet aan het werk, jongens. Sorry. Doei. Hallo, kijk op de televisie. Alles onder controle, Kees? Ja, alles draait weer. Mooi zo. Ja, we moeten hier ergens doorheen. Volgens de kaart. Kijk uit, jongens, het is best wel schuin. Nog, nog. Joe. Hallo. Hallo, ja, wij zijn van TV West, van de Kaart. En we moeten vandaag dwars door Schoonhoven heen. En de lijn loopt door uw pand. Mogen wij passeren? Ja hoor. Ja? Ja, kom maar verder. Oké, okay, nou dat is hartstikke fijn. Kom maar verder. Oh. Er zit een hoop koetsen bij. Dit is een oud koetshuis. Oh. Vroeger hebben hier dus paard en wagen gestaan. Van het kaaspakhuis naast. Wat leuk. Ja. Het is natuurlijk ook wel rijke geschiedenis, Schoonhoven. Ja. Prachtig. Nou, en dan komen we hier op de binnenplaats, noemen wij dit. Dat is onze tuin. Heerlijk! Ja. Wat een fijne plek. Ja. Maar goed. U woont wel echt op een prachtig plekje. Daarom. Hè? Nou ja, dit is de originele serre van het huis. Het is er, zo hebben wij het. Nou, u geeft mij een rondleiding alsof u op ons zat te wachten bijna, zeg. Ja. Ja, u bent het gewend misschien wel hier. Ja, oh, mooi zeg. Dus dit is... Ja, best wel een bijzondere plek. Ik mag het zeggen. Oh. En je kunt ook zien, hier hebben we nu lekker zon. Heerlijk. Dus. Ja, hier kan je prachtig een boekje lezen. Ja, dat doen we ook. Dat doen we ook. Deze deur gaat al naar de Veerstraat. Ja? Dit is dus een oude koopmanswoning. Ja? Oorspronkelijk. En daar hebben, dit is allemaal nog origineel. Zo. Het glas. Ook laten, hè, zo. Oh, dit is zo mooi. Ja, marmer. Niet te vervangen, joh, dit. Ja. Hier, hop, de keuken inderdaad. Oh, en de deur staat al open. Nou ja, dat zegt misschien ook wel wat over de gastvrijheid van Schoonhoven. Dank u wel voor de rondleiding. Ja hoor. Succes, is mooi weer. Dag. Ja. Ja, ja. Ja hoor. Dat wordt zwemmen. Ben ik bang. Wordt dat zwemmen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. U verwerkt bontjassen tot nieuwe producten, maar daar ben ik niet naar op zoek. Ik ben op zoek naar een bootje. Of een duikpak. Heeft u dat? Nee. Wat gek. Ja, ja. Ja, ik heb wel een boot voor je, maar die is erg groot. Dat gaat niet lukken. Oh, oké. Okay. En een wetsuit heb ik niet. Oké. Okay. Dat is jammer. Ik heb nog wel een pak. Misschien heeft u daar iets aan om door het water te gaan. Maar dat is geweldig. Want u bent ongeveer even groot. Dus... Nou ja, ik heb iets meer vlees. Maar toch, ik denk qua lengte zou het wel goed passen misschien. En de schoentjes. Zou ik het aan mogen trekken? Hoor. Ja hoor. U mag goed. Nou, tot zo jongens. Dan kijk je nou hier achter. Nou, oké. Okay. Dan gaan wij eens even een lekker bakkie doen. Oh jongens, dit ging een stuk beter dan die vorige. Zitten er nog schoenen bij ook? Nou, hartstikke idee. Kunnen jullie misschien alvast even een handdoekje regelen?
Ja. Mooi. Jet, we zijn er klaar voor. Nou. Jongens, het is echt heel koud. Het is echt heel koud. Ik lijk een hele mooie lucht geven. Zo. Ja! Nou, wat lief, dank u wel. Ik zou je zeggen, dit was kouder. Nou, een kop koffie. Ja, kom. Oh, heerlijk. Ja, lekker. Koffie. Ja, lekker. Zo, jongens. Ik krijg meteen een kopje koffie en een handdoek. En ik heb waarschijnlijk een wetsuit op de kop getikt. Schoonhoven, we zijn nog maar 100 meter op weg, ongeveer. Maar nu al 10 bonuspunten. Ja. Hé? Pak je weer aan. Zeg, dankjewel voor je handdoek. Altijd goed. Wij moeten onze lijn weer oppakken. Dat is daar natuurlijk. Dus we gaan kijken of we daar... Dankjewel, okay, hè. Hartstikke bedankt. Tot ziens. Hey. Fijne dag nog. En dan moeten we er hier ergens doorheen. Ja. Ik heb een vraag aan u. Wij zijn van TV West. Oh, vandaar, het staat ook op je mouw. Ja, het staat er niet zomaar. En de lijn die loopt zo ongeveer dwars door uw huis. Dus wij... Oh, je wil binnen door. Als het mag. Ja, als het mag. Heerlijk. Ja hoor. Ja, nou ja, dat vinden wij fijn. Ja. Heerlijk jongens, wat een fijne plek. Ja. Oh. Nou Kees. Ja, dankjewel. Succes. Dankjewel hè. Dankjewel hè. Tot ziens. Dag. Oh, dan moeten we daar alweer door, denk ik. Hallo. Hallo. Ik sta hier met mijn broek, want ik moet zo de deur uit en er staat hier met een microfoon. Nou, wees blij dat je er eentje aan hebt. Nou ja, inderdaad. Ja, want wat ga je... Wacht even hoor, want dit moet ik... Zeg, schattenbaat, ik bel je zo even terug, want ik sta hier gigantisch verschut. Ik kom net van de play. Ja, en dan staat er iemand bij een camera, er staat iemand, ze zien eruit als boterbloemmeisjes die mij iets willen gaan verkopen. Er staat een vent met een ding wat een microfoon moet voorstellen, dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik ga eerst eens even mijn broek dichtmaken. Maar zeg het eens, wat kan ik voor jullie betekenen? Ja, nou ja, je was zo'n leuke monoloog aan het houden. Ik denk, ik stoor je Ik ben hartstikke leuk. Dat hoor ik wel vaker, maar wat was eigenlijk de bedoeling, joh? Dat is Kees trouwens, dat is Annelies. Ik ben Jet en jij bent... Ik ben René. Dag René. Dag Jet. Een stuk. Nou. Een lekker ding. Weer, een lekker ding, echt. Ik vind het goed dat jullie de twee erin lopen, maar zij blijven wachten. Ja, het is lente, meid. Je gaat eraan. Oh, help me. Mooi, wauw. Ik claim jou. Ja. Ik heb vandaag niks te doen. Oh, ja, nou ja, ik wel. Ik moet daarheen. Jij wil wel. Dank maar je kan het tegenover hun niet maken. Nee, en nog een paar mensen. Maar dat maakt verder niet. Hey, maar ga je dan over die omheining? Ja. Ik wens je er veel sterkte mee. Oh, dat komt wel goed, joh. Je komt er niet echt in beeld, hè? Nee. We doen gewoon met een... Met een balkje. Ja, over mensen die we zetten het alleen op de lichtkrant. Voor de rest zenden we het niet uit. Nou, bel er snel weer terug. Dan heb je ook een leuke dag. Doei. Ik zie daar wel een deur openstaan. Maar ik moet er toch overheen, denk ik. Ik hoop niet dat er een lijk in zit, jongen. Oeh, ruikt hij naar poep? Ja, heel erg. Vies. Waar komt het vandaan? Oh, baf. Een vondje? Ja. Kontje. Maar kijk, dit hek staat niet heel stevig, dus ik wil het ook niet. Hallo? Hallo? Oh, er is niemand hier. De deur staat open. Ja.
Het is ook een leuk shot, hè, zo? Ja, heel leuk. Geen front shot, hè, ja? Hartstikke makkelijk. Ergens heb ik het idee dat jullie me uitlachen. Nee. Nee, totaal. Nee, hè? Nee, toch? Absoluut niet. Ik ga naar binnen, jongens. Ja, ik ga naar binnen. Ja. Hallo. Ik was jullie de hele tijd aan het roepen, maar ik hoorde niks. Je zat buiten. Ik ben aan de achterkant naar binnen geklommen. Wij zijn van TV West, we zijn een programma aan het maken. Maar wij moeten aan die kant uitzien te komen. Dus ik riep heel de tijd, hallo, hallo. Nee, maar dat is goed op zich dan. Maar moet je er alleen aan die kant uit? Ja, ik loop dan aan die kant eruit. Ja, je kunt gewoon omlopen als je wil. Oh, het mag. Jullie mogen omlopen. Okay. Je mag er ook overheen, wat je wil. Oké, okay. We lopen wel om. Ja? Ja. Mietjes. Ik hoop weer niet later, hè, om dat even te zeggen. Precies. Hè? Zo, jongens. Hè? Ook weer gefixt. Ik heb eens eventjes zitten kijken. Dit is de Lange Wijstraat. Hier. Dus als we hier doorheen zouden kunnen, dan... in ieder geval dit stuk. Dan zou dat mooi zijn. Wat is dat hier, joh? Ik zie hier bijna geen bellen. Hallo. Goedemiddag. Hallo, ik ben Jet. Hallo, op. Ja. Goed. Hallo. Oh, dit is Annelies en dat is Kees. Goedemiddag. Wij zijn van het programma Van de Kaart. Wij gaan in een rechte lijn door de regio. Leuk. En, ja. En vandaag brengt ons dat in Schoonhoven. Ja. Maar de lijn gaat wel dwars door uw huis. Oké, okay, nou ja, er zit een deur, dus ik zeg, kom binnen. Oh, ja. Nou, zo makkelijk gaat dat. Ja. Ik wou vragen, woont u hier? Maar ik kijk even naar binnen en dit lijkt me niet direct een woonhuis. Nee, dus zilversmederij. Ja, dat kan ook bijna niet anders. Ja, is gewoon over. Zilverstad. Oh, kijk aan, dus, ja. Dus dit is de zilversmederij waar allerlei zilverwerk gemaakt wordt. Ja. En hier is meneer aan het werk, mogen we even kijken? Ja, tuurlijk, loop naar binnen, dus de zilversmid hier is er. Ja. Wat leuk, hallo. Maar mogen we even kijken wat we aan het doen bent? Ja, nou, ik ben nu met wat avondmaalspullen bezig, dat is messing. Ja? Maar normaal dan, ben ik ook met reparatiewerk bezig. Het is dan een tabaksdoos. Ja, het is een oud doosje. Het is een oud doosje, ja. En, je komt wel meer voor hele bijzondere dingen te staan. Ja? Dus mensen komen met heeft u misschien toevallig hier iets liggen wat heel bijzonder is, wat we even mogen bekijken? Nee, op het moment helemaal niks, sorry. Niks? Nou, dat geloof ik niet. Ik ben met een zeilschip bezig. Die noem het maar niet bijzonder. Helemaal schoongemaakt worden. Ja. Ik heb hem dus nu de draad afgeknipt, want dat kan je dus niet zomaar even warm maken en dan schoonmaken. Dus alles moet eraf gehaald worden. Dan moet alles opnieuw gepolijst worden. En dan moet hij dus weer helemaal opgetuild worden. Zo, dat is een werk. Ik kan me voorstellen dat als iemand het weer op komt halen en helemaal verguld is met het resultaat. Ze schrikken wel van de kosten, want er hangt een kostenpraatje. Ja. Maar dan heb je ook wel weer een product wat dus ook weer tientallen jaren meegaat. En vakmanschap, hè? En vakmanschap. Echt ouderwets vakmanschap. Ja. Ja. Leuk hoor. Nou, jullie zijn hier net wel een gewoon bijzonder gebouw binnengekomen. Dat is eigenlijk de voormalige synagoge van Schoonhoven. Dus waar de werkplaats in gevestigd is, dat was de voormalige kosterswoning die bij de synagoge hoorde. Maar hier kijk je naar de achterkant van de synagoge, je ziet ook die hoge boogramen. Dus het is echt zo. Dat had ik net aan de straat kan niet gezien, inderdaad. Echt een synagogegebouw. Ja. Met verrassingen. Ach. Nou ja zeg. Want ook bijvoorbeeld als ze voor ze in het huwelijk traden, moest ook ritueel gereinigd worden. Dus dan gingen ze dus in dat bad en dan daarna kon de ceremonie plaats. Maar wat leuk dat jullie het ook in ere houden. Ja, dat doen we zeker. Ja, goed zo. Het hoort bij het verhaal van de synagoge. Dus. Ja. Ja. Dat komt echt uit deze synagoge? Ja, het is in Schoonhoven gemaakt en waarschijnlijk is dit stel ook wel gebruikt in de synagoge. En deze die komt uit Amsterdam. En de Torah hier? Ja. Wat zou dat kosten, zo'n Art Deco TZ? Een serviesje van rond de 2500 euro. 2500 euro? Zoiets, ja. Ja, er zijn dagen dat ik het niet verdien. Nee, daar moeten wij ook ons best voor doen. Goed. Ja, is natuurlijk ook wel. Ja. Maar ik zou het zomaar op mijn lijstje willen mooi, zetten. Hè? Ja hoor. Ja. Goed, nou, wij gaan weer... Het was door Schoonhoven. Dankjewel voor je rondleiding. Ja, graag gedaan. Dat was leuk om te doen. Ja, nou, dat was duidelijk te merken. Ja, nou, ik zou zeggen, pak een trasje onderweg. Het zonnetje schijnt. Tot ziens, hè. Dag.
de Koestraat. Er staat een deur open. Bezoekers aanbellen. Staat er gewoon voor mijn neus. Oh. Wat is dit dan, joh? Kijk dan. Ja. Hallo, goedemiddag. Hoi, ik ben Jet. Hoi, dit is Annelies, dit is Kees. Annelies, Kees. Kom verder. Mag ik verder komen? Ja. Oh, oké, fijn. Wij lopen vandaag in rechte lijn door Schoonhoven. Ik zie hem. En zoals je ziet, hier loopt hij dus dwars hier doorheen. Dus ik weet niet of we aan de achterkant eruit kunnen. Ja, dat treft. Ja, dat ja, kan? Dat is echt, ja. En mogen we even weten wat jij precies hier allemaal aan het doen bent? Want het ziet er wel spannend uit. Nou ja, dit is mijn product. Dat maak ik en dat doe ik al jaren. En het zijn vaak allemaal thema's. En het begon eigenlijk met oorsieraden, wat je daarachter ziet. En dat zijn dingen die op je oor zitten. Mm-hmm. En net alsof het doorheen gaat, gewoon illusies. Oh, oké. Okay. Ja. Auw. Nee, helemaal geen. Nee, we zitten niet doorheen inderdaad, zie ik. Dat scheelt, ja. Dit is van door de eeuwen heen zijn lichamen versierd. Ja, natuurlijk. Dat zie je in de hele oude culturen, hindoeïsme. Ja. Ja, ook tepelsieraden. Ja. Ik denk niet dat heel veel mensen dit gangbaar vinden. Het is juist het publiek waarvan je het niet verwacht. Ja, dat is gewoon bij Albert Heijn. Ja, joh. Het is juist bedoeld dat het prettig is. Het is zo, die tepel die wordt getriggerd door het dragen van het sieraad. Dat is gewoon dus het is toch wel, wel erotiserend natuurlijk. Ja, dan. Die blijft actief en elke aanraking met kleding, noem maar op, is een gevoel. Annelies, je mag wat uitzoeken van me. En jij, Kees. Kees, ik heb een pompje hoor. Yes, we gaan weer verder. Ah, je werkplaats. Ja. Oh, kijk. Oh, mooi. Bamboebos heb je hier. Jongens, in die oppas komen hier straks nog pandaberen, joh. Oh, kijk. Nou, zijn we weer een stapje verder. Oké, okay, nou. Okay. Fijn dat je ons even door liet gaan. Ja. Bijzonder, je werk. Leuk om even te zien. Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Fijne dag. Hey, doei. Fijne dag verder. Dankjewel. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. We zijn nu aardig op weg. Ik denk ergens die richting op. As sure as night is dark and day is light. Nou zou het fijn zijn als we dan niet nog ergens wat water tegenkomen. Dat is fijn, zeg jongens, want dit is best wel even vies zo. Hierna, jongens. Oh, hier kunnen we overheen lopen. Maar ik wil alleen even voelen, Kees, of ik hier op kan staan. Ja, oh. Zo. Ja, daar zijn ze hoor. Zeg jongens, niet om het een of het ander, maar volgens mij moet hier het eindpunt liggen. Dus, als ik me niet vergis, is dit de vakschool Schoonhoven. Hé, hey, kijk eens aan. Hey. Laat me erin! Laat me erin! Ik kan er niet in zo. Toppertjes. Oké, wij komen er zo aan. Nou, hier, kijk. Dat is leuk. De vakschool Schoonhoven. Oh jee, ik zie ook nog vuur. Jeetje. Jee! Bij dat vuur. Ja, nou, goed eruit. Hoe lang stonden jullie daar al? Joh, we stonden de hele dag eigenlijk. Nee, dat kan niet waar zijn.
Hallo allemaal. Wat is dit voor uur wat jullie nu hebben, wat wij heel erg komen verstoren? Goudsmeden. Goudsmeden. En wat is de opdracht? Zetkastjes maken. Zetkastjes maken. Heel leuk opdracht. Ja? Mag ik jouw zetkastje zien? Tuurlijk. Dat is heel mooi. Dat is een bloemenringetje. En wat is dit voor steentje? Een aquamarijn. Gefaciteerd met een gouden kastje. Fantastisch, wat is het mooi. Schoonhoven is natuurlijk echt de stad van de edelsmederij. En dus moet je wel eindigen op de vakschool. Waar de leerlingen natuurlijk meteen weer aan het werk zijn gegaan. Want ze nemen hun vak serieus. Wat was Schoonhoven mooi. En wil jij nou het eindpunt zijn bij een volgende Van de Kaart? Laat het dan eventjes aan ons weten op dit adres. Is het nou een maansteen of een kwartje? Een kwartje. Kwartje, ja.